Tijdens de komende raadsvergadering staat de begroting 2023 van de gemeente Zeebroek op de agenda. Dit betekent onder andere de veiligheid vergroten met meer handhaving, achterstallig wegenonderhoud inlopen, meer woningen bouwen en de kwaliteit van het openbaar groen sterk verbeteren. Zoals een nieuw schoolgebouw in Plan Zuid ontwikkelen, de laatste fase van een streekhof met het stationsgebied ontwikkelen en het verkeersplan voor meer verkeersveiligheid en betere bereikbaarheid wordt uitgevoerd. Daarom is de VVD Zeebroek trots op deze begroting.